En we gaan nu de speelplaats voor jullie filmen. En wij gaan nu naar onze les Engels. Aangebouwles. Dit is dus ons klaslokaal. En we hebben 3 lesuren gehad. En dit is een van onze fantastische titularissen. Mevrouw Gerard. Hallo. En dit is het B-gebouw. Nu gaan wij jullie een rondleiding geven in het B-gebouw. Natuurlijk is dat goed met ook. Ja, ja, ik doe het. En nu gaan we de trappen op om naar het secretariaat te gaan. We zien het secretariaat nog niet. Nog niet. Hier zijn we op de minverdieping en komen aan bij het secretariaat. En dit zijn onze verloren voorwerpen. Hier heb je dan een gang met alle kluisjes van de leerkrachten, waar dat je je brieven in kan steken, je taken dat je te laat hebt ingeleverd of zo. En dan komen we aan bij het secretariaat. Dit is het natuurlijke secretariaat met privé van het kantoor. Dit is het kantoor van de directeur en we gaan u aanbellen. Oké, het goede lichtjes aan, dus we moeten binnenkomen. En dit is dus meneer Van Loo en hij is onze directeur van Campus Lipsius. Voilà. Dit is het theater en we hebben nu middag, we hebben 5 uur in de voormiddagles gehad en we hebben nu 2 uur in de namiddag. En hier nu voor de LO-lokalen. En als je doodgaat, komt Victoria helpen. Enthousiasme volop. We komen binnen, we ontsmetten de handjes natuurlijk. En dan komen we zo verder. Hier zijn de wc's, voor moest je nodig naar de wc moeten. En dan zijn dit de kleedkamers. Als we verder stappen, dan komen we bij de LO-zaal, waar ze druk zijn aan het sporten. Shit, er een zak vergeten. Woe! Dit is de ingang van het school. En kom op tijd, want de poort gaat dicht om 8:05. Als je met de fiets bent, kun je fiets hier parkeren. En nu gaan we even de leraarskamer tonen. Het zijn dus 2 van de 3 rechters van onze school. Kleine rechter A. En de algemene rechter A. En als jullie studie hebben, kunnen jullie kijken op dit bord wie dat er afwezig is en waar dat je moet zijn. En als we verder lopen, dan komen we aan bij het secretariaat van leerlingenadministratie. Dit is het lokaal. Wauw. En dit zijn onze superveilige apparaten die echt superveilig werken.